iets dat op leven en dood is. En dat gaan we met deze pen doen. Ja, wil ik het zelf zeggen? Nee! Nee, zijn mooi hoor. Het goud dat op mijn bord ligt. En ik noem dat rommelmarkt, maar eigenlijk noem dat ook smokkelmarkt. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaat weer een leuke dag worden, maar eerst gaan we iets heel belangrijks doen. Iets dat op leven en dood is, en dat gaan we met deze pen doen. Want vorige week, toen wij zijn gaan lasershooten en Noah van alle leuke dingen is gaan doen, is er iemand van ons gebeten door een insect. En op zich is dat ook niet zo heel erg, gewoon vervelend. Maar, ja, die heeft er een allergische reactie op gekregen en die had opeens zo een voet. En nu zijn we naar de dokter geweest. Heeft de dokter gezegd, oei, jij moet pilletjes pakken, zalf doen en ik weet niet wat allemaal. En ik ben die bij de apotheek gaan halen en die zei, ja, jij moet daar een kringetje rondtrekken, zodat je weet dat die vlek groter wordt of niet. Als die groter wordt, moet je terug naar de dokter en anders geneest het. Ja. Dus we gaan nu, of Noah, gaat nu voorzichtig met deze pen een kringetje trekken rond de voet van mama. Ja. Kijk, als we hier zien we dat. Die reactie. En het ziet er eigenlijk al goed uit, want het heeft eigenlijk al zo volledig ook rood gezien. Dus Noah, hier is de pen. Jij mag een cirkeltje trekken aan het lijntje daar. Heel mooi op het lijntje. Dat zie je niet. Zie je dat niet? Maar ga ik ook eens proberen. Dat is eigenlijk wel leuk, hè, om iemand anders zijn lichaam tekenen. Jij mag ook eens. Kijk daar eens door. Sorry, schat. Maar ik ga even zo doen. Kijk daar eens ook. Ja. Ja, daar is ook. Maar nu hebben we een cirkeltje. Als nu hier zo rood wordt, dan hebben we een probleem. Nu hebben we er wel een mooi logo van gemaakt, hè? Moet je handtekening ook nog zetten? Ja. Eigenlijk het zelf zeggen. Nee! Waarom ga je naam schrijven? Die is gewoon heel dichtbij, heel klein. Heel klein. Oh, even focus niet. Dag schat, ik hou van jou. Zijn wij de vriendjes? Nee, zijn mooi hoor. Ja? Dat is mega mooi. Ik ben gewoon blij dat we nog niet gescheiden zijn. En we gaan ook verzorgen, hè? Een beetje zalf erop doen tegen de jeuk. Mooi in het cirkeltje. Niet buiten de lijntjes gaan. En nu we alle goed verzorgd hebben, gaan we eens even buiten kijken. Maar wat een prachtige dag is het vandaag, jong. Warm. 27 graden. Goh, toch nog warmer vandaag. Nu ben ik wel benieuwd als Ellen naar buiten gaat komen in een kleedje. Met onze tatoeage op haar been. Of als ze toch een broek gaat aandoen. Ik weet het niet. Ik durf het niet zeggen. We gaan het dadelijk zien. Ik ga hier al de auto in. Zodat ik die een beetje kan laten afkoelen. Want het is heet in de auto. Ze heeft een kleedje aan. Dag schat. Je ziet er zo mooi uit vandaag. Dus iedereen in de winkel. Je gaat kunnen zien dat ze een tatoeage heeft van Chris en Noah. Ja, er zijn mensen die een minder mooie tatoeage hebben als u als gaat. Ik heb ze verkozen. Ja, ik denk niet dat wij ooit een tatoeage gaan zetten met ons twee. Weet wat veel erger is? Wat is veel erger? Dat je een baby hebt en dat je iets wil zeggen. Dan moet je zo met een rode pen I love you tegen je buik. En we zijn hier in de Carrefour Market in Maasmechelen. Dus iedereen die Ellen haar tatoeage wil zien, allemaal welkom. Gaan we nog zien op haar been? Kijk, hier is ze eigenlijk ook in. Daar hadden we eigenlijk ook iets moeten tekenen. Sorry schat, ik hou van jou. Geen antwoord. Niet meer een auto. We gaan eens zien of het opvalt. Eerst auto sluiten. Zo denk ik niet dat het echt opvalt. Ik denk dat ze nog geluk heeft. Noah op de kar. Noah is ook aan het zoeken. Met de kou. Nee, het valt precies niet zo op, schat. Het valt niet op, die tatoeage aan die voet daar. Het valt wel op. Ja? Als iemand echt heel
het al te zien. Zou de rijstvla in reclame staan? Ja, ze is er. Ik loop het echt aan. Oh, nee. Alleen foutaartjes. Oh, geen rijstvla in reclame. Jammer. Met zo'n warm weer is het ook al heel belangrijk om je in te smeren. Maar mensen nemen dat nogal letterlijk, want hier staat gewoon in de winkel een open zonnecrème die al gebruikt is. Misschien om te testen. Ja. Is met je voet? De mooie tatoeage staat er nog op. En we zijn uit de winkel. Ik heb het idee dat niet echt mensen kijken naar de tatoeage van mama, Noah. Nee. Eén kindje. Eén kindje? Maar oké. Iedereen op deze video gaat die tatoeage wel kunnen zien. En we hebben nog iets anders, want er waren gratis taaltjes. En gratis taaltjes, dat vinden we altijd leuk. Nog wat laten zien? Ja. Het zijn snoepjes. Ja. 40 goed leggen. Laat de snoepjes eens zien. Cola en citroen van Maum of zoiets. Het zijn ook wel lekkere snoepjes. Je mag eentje proberen. Ja. En nu is het tijd om eens over de rommelmarkt te lopen. Elke zondagnamiddag in IJssel is de rommelmarkt op de Pauwengraaf. En dan gaan we slopen om te kijken als er iets te zien is. Waarschijnlijk zijn er ook lekkere ijsjes. En ik noem dat rommelmarkt, maar eigenlijk noemt dat ook smokkelmarkt zeker. Nee, smokkelmarkt is een stokken. Ah. Smallmix. Ah. Zijn die hetzelfde? Nee. Er zijn allemaal mensen ja, die hun spullen die ze niet meer nodig hebben verkopen. Allemaal volk. We hebben ook veel rommel, maar ik wil niet zo op rommel maar komen staan. Dat is zo niet voor mij. Niet dat er iets mis mee is, maar ja, dat is niet zozeer voor mij. Oh, ik zie mensen met ijsjes afkomen en die hebben het juiste horentje. Ja. Top. Dus eigenlijk de enige reden waarom ik hier naartoe kom, is die reden. En dat hebben ze, dus ik ben al blij. Dat is toch lekker, hè? En als je goed weet wat Noah heeft... Aardbeien-ijs en aardbeien-saus, ja. Dat lijkt een beetje bloed. En heeft er iemand mama zijn tatoeage gezien? Nee. Die valt echt niet op, hè? Nee. Nee, dat is jammer. Opa, arm zou meer opvallen. Volgende keer op de arm laten bijten, mama. Kunnen we daar ook een tatoeage maken? Liever niet. Terug thuis, maar we gaan dadelijk terug vertrekken. Want wij gaan... Lekker gefietst, maar nu is het tijd voor voetbal. Ontspanning of inspanning, dat weet ik niet. Dus voetbal kijken op tv, maar misschien wel op jaren. Je weet nooit. Dus dat gaan we nu kijken. En daarna moeten we nog iets gaan eten. Ik ben benieuwd wat we gaan eten, want ik weet het zelf nog niet. En Noah, die wil op de PlayStation. Die wil GTA spelen. Ga je dat nu doen? Ja. Allee dan. Heel eventjes. De voetbal, dat was geen ontspanning. Man, laatste tijd gaat toch niet zo goed, hè. Maar oké, we gaan nu zelf iets doen dat mij gaat opbeuren. We gaan lekker uit eten. En iets wat al een tijdje geleden is. Dus ik kijk er wel naar uit. En kijk eens hier. Het goud dat op mijn bord ligt. Zalig. We hebben heerlijk gegeten en nu is het tijd om... De jacuzzi. En ook al ineens om deze video te gaan afsluiten, hè Noah? Ja, ik vind het wel heel leuk dat mama een tatoeage heeft nu op haar been. Ja. Met Noah's naam en mijn naam. De volgende keer nog een mooier tekening te maken. Ja, zo'n smiley'tje. Een smiley erbij. Dat zou niet slecht zijn. Maar dat is misschien voor volgende keer een idee. Ah, hopelijk dat er geen volgende keer komt, want dat zou willen zeggen dat wij... dat mama terug een insectenbeet heeft en een ontsteking, dat is niet goed. Hè? Ja, maar we hebben nog één kans. Dat is nog één klein beetje. Ze heeft nog ergens anders ook een ontsteking. Hé, mama. Ja, dus maar nu is het tijd om deze video af te sluiten, dus dank voor het kijken en heel graag tot... Morgen. Dag. Zit jij de bubbeltjes maar op? Ja. Ah. Die. Ja, die.